Leuk dat je kijkt naar de wekenvlog. Geef vooral een duim omhoog en abonneer op ons kanaal. Dus veel plezier met kijken. Zo, ik ben op pad met Verona. Het is prachtig weer. Alweer, zaterdag vandaag. En het zonnetje schijnt en gaat met de laatste tijd. Oh, hij is goed. Nee, we gaan niet grazen. Oeh, kom. Even luisteren, kom. Dus we gaan even een rondje buiten omlopen. Dat is een hond. Die gaat helemaal uit zijn stekkertje. Dat we langskomen. Zoals ik zei, het is dus prachtig weer. We gaan even een rondje buiten ommaken. Want vooral de conditie neemt ziender ogen toe. Het duurt wel echt 70 dagen voordat je weer met wat voor een belasting dan ook kan beginnen. Dus dat gaan we ook zeker niet eerder doen. Sterker nog, misschien zelfs wat later. Dat we eerst even flink gaan logeren en zorgen dat de buikspieren weer in orde zijn. Voordat we überhaupt een poging wagen om er weer op te gaan zitten. En nu even lekker wandelen. Zo, de dametjes zijn even aan elkaar aan het wennen. Ieder aan de kant van het hek. Dus heel wat ieuwen roepen en zo. Ze lijken vrij chill samen eigenlijk. Oh, Verona is heftig. Het ziet er wel gezellig uit. Even poetspullen pakken. Ik ben Ankie. Ik mocht niet in de film. Ja, niet, maar ik ga goed zijn. Ja, het is allebei wel handig. Als je kan toveren, is het natuurlijk super handig. Maar ja, aan de andere kant, ik heb dat toveren niet zo nodig. Ik weet echt niet wie ik zou willen zijn. Ik wil eigenlijk helemaal niet ruilen met iemand anders. Dan ben ik totaal happy met mezelf. We komen net terug van Ankie. En even door de bak heen schuren, geloof ik. Lekker hoor. En Kim? Kim staat stil. Wat ben je aan het doen? Lekker. Ik sta wel lekker. Ja, ik zie het. Kim staat lekker. En jij ook? Die staat gewoon te doezelen hier. Ja, je staat op de zon. Ja, inderdaad. Die kan je gewoon hier. Dan komt die scheurpony niet voorbij. Ja. Dag Bibi. Heks, heks. Heks, heks. Heks, heks. En Enja denkt, ik ga ook maar wat doen dan. Ook een galopje. Hier hebben we Bibi op Sabrina. De kleine versie van Bibi op Sabrina. Ja. Klein Sabrinaatje, klein Bibietje. Straks dat ook in de film was. Ja, straks gaat ze nog heksen. Hè? Ja, ook een lieve Sabrina. Nou, zo'n lieve sterren. Hè? Ja. Zonder zadel, prachtig weer, t-shirtje. En zonder bodyprotector. En, ja, je durft ineens, hè? Het hoeft niet, mag. Nou, lekker hobbelen nog even en dan gaan we er op stal zitten. Ga ik Verontje even doen. Zo, even met Verontje gestapt en gepoetst. Morgen is Christine even met haar bezig geweest. Nu nog even grazen. En dan moet ze helaas voor de box in. Maar goed, ze is in ieder geval even lekker buiten geweest. Zo, het is vandaag dinsdag en alles staat buiten. Ja, vrouw mag natuurlijk niet los, dus die heb ik aan een lijntje. Maar zo heeft ze in ieder geval het idee dat ze nog een beetje bewegingsvrijheid heeft. Het zonnetje schijnt, dus dat is heel lekker. En eigenlijk doet ze niet veel meer dan staan. Nou ja, geef niet. Ik sta wel met jou. Nee? Wat dat betreft ben ik misschien wel een beetje een gek mens, maar ik hou van hekken. Van mooie hekken in ieder geval. En nu hebben we om de weilanden, krijgen we dus allemaal hele mooie nieuwe hekken. Ja, waar je al niet blij van kan worden. Ziet er prachtig uit. Zo, dit is te leuk. Dit is namelijk de opa van Kim. Hallo. Ja, we zijn een beetje aan het verven. Ja? Een beetje aan bezig zijn. Och ja. En wat gaat u verven vandaag? Nou, wat dan? Wat gaat u verven vandaag? Nou, vandaag ga ik blauw maken. Ja, u bent hier blauw, naar... En die palen, die rode zijn klaar en die blauwe zijn klaar. We gaan het even laten zien. Nou gaan we dus weer aan de palen beginnen. U verft de hindernissen voor jumping, hè? Ja, dat doe ik, ja. 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 Wilt u nog iets tegen onze kijkers zeggen? Ah, ik heb nooit wat te zeggen.
Ik heb bijna nooit wat te zeggen. Ik ben altijd zomaar aan de gang. En laten we maar lekker toppen. En dan komt het allemaal best in orde. Helemaal goed. Dank u wel. Okay. Misschien kan u even zwaaien. Ja, ik zwaai ook even. Oké. Doeg. Zo, vandaag is Kim, juf Kim. En die gaat... daar heb je de ponyclub, hè. Stip en Ster. Va en Tess. Hop, hop, hop in galop. Luisteren ze een beetje? Oh, ze is alweer weg. Samen over de balkjes, dat is weer nieuw. Dit is een soort, hoe noem je dat? Carousel, maar dan springend. Dat is weer nieuw. Tessa heeft geleerd hoe je het zadel niet beschadigt als je eraf moet. Laat maar zien. Kim heeft het even uitgelegd. Zo, en dan. Maar ja, nu gaat ze erbij liggen omdat ze het leuk vindt. Maar je moet dus naar achter. Kijk, Henja vindt er wat van. Ik weet niet wat ze ervan vindt, maar ze vindt er iets van. Hallo. Nou, we gaan even in de paddock staan. Ik heb vandaag de longeerlijn. Kom maar. De longeerlijn is even aangedaan. Het is iets meer dan doen waar ze zelf kunnen rijden. Ietsjes. Niet heel veel. En de nieuwe touwen. Check dit. Zo, die staan stevig. Nou, helemaal leuk. Nou ja, dan kan ze iets meer bewegen. Maar met deze herrie staan jullie me toch niet. Ik heb overigens nog een grappig feitje over deze longeerlijn. Dit is namelijk geen longeerlijn, maar een hondenuitlaatlijn. Tenminste, die hebben we toen gekocht voor Alice, omdat ze op gehoorzaamheidscursus een 10 meter lijn had. En nu is het dus al anderhalf jaar de longeerlijn van Verona. Gebak ook niet veel, maar nu is het wel handig. Zo, Tess heeft net gereden. Ze had dressuurles van Venice vandaag. Een hele nieuwe ervaring, hè, Tess? Ja! Maar ze heeft ook geoefend met sterren met kuntjes. Nou, laat maar zien. Ik kan mezelf kussen. En ze kan zichzelf krabben. En ook aan de andere kant. Ja, dat kan ze dus. Nou, goed geoefend, denk ik. Ik doe ook iets anders dan paardrijden. Shoppa! Echt vrouwending. Wat ga je zoeken? Een riem. Een jurk. En korte broeken. En een topje. Ik ben bij de Funnetjester en even bij Laura geweest. En ik heb dit shirt gekocht met deze broek. En nog wat... kleren. Ik heb een topje en ik heb een bikini. Met verling. Tada. Dat. En hele leuke paaskoekjes. Een wortel aardbeien. En dan cheesecake. Red velvet, denk ik. Ja, maar red velvet. Even in de warmte cheesecake. En voor mijn vader een vlieg. En voor mijn broer natuurlijk. Een brownie. Bedankt voor het kijken. Geef vooral een duimpje omhoog. En abonneer op het kanaal. Zal ik zeer fijn vinden. Dus doei!